Kijk, om te begrijpen waarom we over moeten op een circulaire economie... moet je eigenlijk eerst eh, kijken naar eh, wat eh, de essentie van een lineair georganiseerde economie is. Eh, toen wij begonnen aan het project van de industriële tijd... om mensen eh, via materiële vooruitgang een beter leven te bezorgen... hebben we gekeken om ons heen op deze aardbol en gezien dat er heel veel van van alles was. Dus toen hebben we een methode ontwikkeld waarbij we uit natuurlijke hulpbronnen bijvoorbeeld grondstoffen halen of via land biomassa maken. En vervolgens zijn we daar producten mee gaan maken en wat we dan niet konden gebruiken, dat ging weer terug in de natuur. Maar inmiddels is dat project zo succesvol geweest. Dat de bevolking op deze planeet geëxplodeerd is. We zijn van 1 naar 7,5 miljard mensen gegaan en de economie is 80 keer zo groot geworden als toen we hier aan begonnen. En nu is het dus zo dat op deze lineaire manier we bezig zijn om een heel hoog tempo voorraden uit te putten en ook nog onze, wereld, onze leefwereld te vervuilen. En dat kan dus niet langer. Dus we moeten nu over naar een veel efficiënter, een veel zorgvuldiger gebruik van die natuurlijke hulpbronnen. En dat kan door het circulair te doen. Dus door bijvoorbeeld ertsen die in producten worden verwerkt, zodanig daarin te verwerken... ...dat we ze aan het eind van de levenscyclus van die producten kunnen hergebruiken. Dat we veel zorgvuldiger omspringen met organische hulpbronnen, zoals land en water enzovoort. En op die manier de efficiëntie waarmee we... Uh, grondstoffen en natuurlijk hulpbronnen gebruiken op een veel hoger niveau tillen. Als je kijkt naar de circulaire economie en wat daaruit zou kunnen komen, dan zou ik bij pensioenfonds kunnen denken aan de financiële risico's van nieuwe wet en regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, uh, afval en hoe met afval moet worden omgegaan. Dat kan best een bedrijfsmodel totaal veranderen. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van verpakkingen en afval en afvalverwerking... ...die hebben dus ook direct impact op het rendement wat de fondsen realiseren met deze beleggingen. Dus dat is denk ik een voorbeeld waarbij dat direct gevolg zou kunnen hebben. Circulaire economie biedt veel kansen voor bedrijven. Door anders om te gaan met grondstoffen, bespaar je kosten en ook reduceer je ook risico's... ...en verbeteren ook de relaties met toeleveranciers en met klanten. Voor bedrijven die lineair blijven werken nemen de risico's alleen maar toe. Doordat ze vasthouden aan schaarse grondstoffen... ...lopen ze risico op prijsschommelingen en minder beschikbaarheid. MN heeft voor een van haar klanten specifieke impactbeleggingen geselecteerd. En daar hebben we een methode voor bedacht om circulaire winst te bepalen. En die winst wordt gemeten door de reductie van grondstoffen... Uit te drukken in een, uh, in een model waarin we de kunnen meten dat het minder is. En op basis daarvan ook een selectie maken van bedrijven die interessant zijn om in te beleggen. En daarvoor gebruiken we private equity uh, uh, huizen voor om dat voor ons te doen. Hetzelfde zou je ook kunnen doen voor de liquide markten, voor aandelen. Er is een benchmark die kijkt naar hoe je zeg maar, de reductie van uitstoot kunt verminderen. En ook daar kun je een selectie op toepassen en de goede titels selecteren waarbij dat daadwerkelijk ook gebeurt.